Goedemorgen. Het is een vroege ochtend. Want ik ben bij het steprace op Den Hout, in Den Hout. Het is maar net hoe dat je het uitspreekt. Maakt niet uit. Dus ik ben zeer benieuwd wat we allemaal gaan beleven. Volgens mij gaan we ook richting Rotterdam. En weer terug. Ik ga met de volgwagen mee. En vooralsnog, het is vrij vroeg. Laat gewerkt, dus ja, vroeg eruit. Hè? Halen we straks al ergens in. Dus superleuk. Ik ga me even melden. Nou, inmiddels zijn er mensen gearriveerd. En ik heb al een lunchpakketje meegekregen, geheel gesponsord. Dus waar een klein dorp groot in kan zijn, wat ik de vorige keer al wel eens heb gezegd, in en out. En die gaan hier met de bus mee en dan vervolgens gaan ze naar Rotterdam, waar we ook naartoe gaan. En ja, dan gaan ze steppen terug en dat is ongeveer om en nabij 50 kilometer. Dus dat is best heftig, zeg maar. Het is lekker weer, het is niet te warm, dus ze zijn goed voorbereid, mooie steps. En die gaan met alle steps gaan naar een voetbalvereniging in Barendrecht. En dan gaan ze daar starten, dus we wachten af, rustig. Dus ik ga even kijken naar mijn vervoer, waar dat blijft. Inmiddels zijn we in Barendrecht en de bussen komen aan. En dan kunnen ze startbewijs gaan halen en dan kunnen ze gaan met die banaan. Goedemorgen, wij staan hier dus op de startlocatie in Barendrecht om de steprace Rotterdam te houden. Om 11 uur gaan hier de meeste deelnemers vertrekken met onze 48e steptocht. We hebben dit jaar meer dan 400 deelnemers, waarvan ongeveer 50 stuks het retourtje rijden. We hebben voor de oudere mensen ook iets speciaals. Een aantal jaren terug hebben we de seniorentocht hebben in het leven geroepen en de brakkentocht. Dus het blijkt dat dan de opa's met de kleinkinderen deze tocht ook rijden. Die komt alleen niet vanaf Rotterdam. Daar starten wij mee in Zevenbergen. Dan gaan ze mee naar de laatste rustpost van de Grote en dan steppen ze met de gezamenlijke ploeg zo naar richting finish. Mag
Voor jou ben je weg al zo. Ja, dat is een hout. En wat ben je nou? Nou, nee, hè? Hi, Jan. Dat is vlak uit de hey, dankjewel. Hey. Hoe is het? Nou, goed. Hoe is het gevallen? Het was pittig vandaag. Ah, geen hart, jongen. Nou, de eerste mensen zijn al binnen. Daar komen nu nog meer mensen aan. En die hebben gewoon meer dan 50 kilometer gestept. Echt. Ik was blij dat ik aan de volle grote zat. Oh, echt super knap. Echt super knap. Ik doe ze niet na. Nou, wij gaan hier afsluiten. Het wordt hier wel een heel gezellig feestje natuurlijk. Ik ga nog even door, maar ja, ik moet ook weer door, helaas. Maar het is zo verzorgd, echt de organisatie top, echt waar. Kunnen sommige organisaties nog een puntje aanzuigen. Dat zeg ik al, waar een klein dorp groot in is. Super. Ik zou zeggen, tot volgend jaar, dan ga ik weer mee.